het materiaal dat ik heb verzameld over Artis wil ik nu omzetten in een tijdlijn. En dat doe ik door naar mijn programma's te gaan en naar de tijdlijnenmaker. Hier kan ik kiezen voor hoe lang ik die tijd wil laten duren. Dat doe ik hier. Hier vul ik de periode in van de tijdlijn. Ik begin in 1910 en ik eindig in 1950. Zo lang is mijn tijdbalk. Hier kan je de periode zien die je zelf hebt ingevuld. En hier kun je de bestanden naartoe slepen die je hebt verzameld. De videobestanden, fotobestanden. En op die manier kun je ze in de tijd plaatsen. Ik sleep een filmpje over Artis naar het begin. Uit 1910. Hiermee kan ik de periode kiezen. Of het moment kiezen waarop ik het volgende fragment wil plaatsen. En dat is de foto van de tijger. Die zet ik hier neer. Ik kan ook hier een bijschrift maken. Tijgers in Artis waren erg geliefd. Dus op deze manier bouw ik een tijdbalk door al mijn bestanden toe te voegen. Ik sla het op. Artis. En sluit mijn tijdbalk. Nu is de tijdbalk die ik heb gemaakt, de tijdlijn, is in mijn werkplek terug te zien. Hier vind je hem terug. Je kunt met de pijltoets kiezen om te bekijken, om te verder te bewerken of om een kopie te maken, om hem te verplaatsen naar een andere werkmap of door te sturen. Op die manier werkt de tijdlijnmaker. En het kan er zo uitkomen te zien. Dit is een voorbeeld van een tijdlijn die gemaakt is rond de Nederlandse opstand. Je klikt op de bronnen, je verplaatst in de tijd en je ziet de beschrijving daarnaast. De tijdlijnmaker is een erg goed hulpmiddel om verschillende bronnen in de tijd te plaatsen en in de tijd te kunnen behandelen. Hier zie je een stopbord. Dat is verschenen omdat de bronnenbank ervoor heeft gekozen om de bron te verwijderen uit Edit. En daar wordt dan op dit moment aan gewerkt om daar een andere bron van te maken die geschikter is.